Jullie komen hier zingen? Ja. De beroemdste rapper van Nederland, geloof ik, hè? Ja. Ja. En nou, zo kort van stof nu. Kort van stof, wat bedoelt u? Ja. Ja. Oh, okay, nee, ik weet niet of ik de beroemdste rapper, weet ik niet. Nee. Heeft u iets met Rotterdam Noord? Ja, ik ben hier opgegroeid, ik ben hier geboren, ik ben hier getogen. Ja, waar heeft u gewoond? Aan de overkant, Krooswijk. Krooswijk, precies, ja. Aan de overkant, precies aan de overkant. Nee, dit is Noord, dat is Krooswijk. Het begint al op te lijken. Ja. Oké. Okay. Jullie doen allemaal mee, ja? Ja. Weet je wat we gaan zingen? Weet je wat we gaan zingen? Ja. Nog meer vragen? Ja, ik kom niet meer op zoveel vragen nu. Mag je zenuwachtig? Ja. Ja, ja, prima. Hey, er zijn veel mensen, rappen heel belangrijk voor de jeugd. Ja, dat wel. Ja, ik ken veel jongeren hier uit Noord, die proberen wat te doen en dat vind ik te gek. Ja. Ja. En hoe ben je er nou mee begonnen? Heb je in een buurthuis geoefend of zo, of thuis? Ja, in Kralingen ben ik begonnen. Ja. Noord heb ik vaak opgetreden hier, Noordplein. Ja, dus ik ben echt een beginnende rapper. Ik was 15 toen ik begon. En je ziet bijvoorbeeld dat in het Lispunt, daar is een buurthuis en daar proberen ze echt een soort cursussen voor jongeren op te zetten. Ja, dat is voor jongeren te interesseren. Ja, vind ik oké. Dat vind ik echt tof. Ja. Dat is echt goed? Ja, zeker weten. Dat moeten ze hier ook doen, vind ik. Ja. In Noord en in Krooswijk. Ja. Er zijn genoeg jongeren die echt wat willen beginnen. En we staan heel hoog in de een hit gemaakt. Ja, nummer 1. Ja. En wat is nou de volgende stap? Ja, ik is pas een nieuwe nummer uit. Ziek. Ik ben ziek. Heel ziek. Ja. En waar ben je ziek van? Gewoon, ik ben ziek van muziek. Als ik moest kiezen tussen een vriendin en muziek, kies ik voor muziek. Ik ben ziek van muziek. Zou je vriendin wel leuk vinden? Geef niet, ik heb geen vriendin. Ik ben vrij gezellig. Er zijn er vrij gezellige dames in de huis. Ja. Dus... Hey, maar als jongeren zou willen beginnen met rappen, wat raad jij ze dan aan? Gewoon vooral doorgaan en niet stoppen. Gewoon doorgaan. Ja. Nou, jouw zus die kan heel waanzinnig goed rappen. Hè? Ja, zij kan. Ja. Ze is hier niet. Maar die is zo verlegen, die durft niet. Overleden of verlegen? Overlegen. Oh, Toeba, ik moet gewoon doen. Ja. Gewoon doen, Toeba. Gewoon doen. Ja. Niet moeilijk doen, gewoon doen. Ja. Goed zo. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. Yeah.
Ze komen allemaal aan boord.